Ja, het is een slijtageslag. Het is gewoon hard op hard. En uh, wat mij heel erg opvalt aan dat gevecht. is dat Rusland eigenlijk alleen maar beschietingen gebruikt. Ja. En er is heel veel beschietingen, beschietingen, beschietingen. En dan, uh, ja, als dat stukje grond helemaal vernield is. dan schuiven ze er een stukje op en dan gaan ze het volgende stukje pakken. Dus dat gaat kilometer voor kilometer. Uh, in een heel traag tempo. heel voorspelbaar. Uh, en daarmee wordt het wel een slijtageslag. En wat is de, de reden voor die strategie, denkt u? Nou, ja, het valt gewoon heel erg op dat ze hun grondtroepen niet inzetten. Dus hun tanks, hun panzerenheden. Normaal doen we een soort manoeuvreoorlog en probeer je anderen uit te manoeuvreren. En dit is heel statisch. Het is bijna Eerste Wereldoorlogachtig. Is dat omdat je geen mensen wil verliezen? Ja, ik, dat, dat kan. Ja, het kan enerzijds zijn dat ze uh, een beetje risicoloos. dat ze toch meer op afstand willen voeren. Uh, en het heeft misschien ook wel te maken met de staat van die andere eenheden. Want uh, We hebben het al vaker gehad over de moreel die achteruit gaat, de inzetbaarheid die achteruit gaat. Dus. Uh, ik denk dat ze ook die directe confrontatie uh, tussen die eenheden, ja, misschien durven ze die niet meer zo aan of zijn ze daar voorzichtiger mee geworden, omdat ze uh, toch wat klappen hebben opgelopen daar. En die eenheden zelf, ja, als je een derde van je mensen hebt verloren, dan doet dat wel iets ja. met je.